donderdagavond 20 juni rond 11:30 vond op de rotonde van de Koperwieklaan in Bilthoven een fikse aanrijding plaats. Een Bentley Continental Flying Spur werd aan de zijkant geramd door een bestelbusje. De chauffeur van het busje werd direct door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De ambulancemedewerkers die de chauffeur van de Bentley onderzochten, wilden toch deze chauffeur met een scheppenbrancard uit de auto halen. Dus kreeg de brandweer de opdracht het dak van de auto af te knippen. Het is geen alledaagse klus voor deze mannen om een dak van een dergelijke auto te knippen. Voor de chauffeur en tevens de eigenaar van de auto deed het extra pijn, want de auto was nog maar net een maand in zijn bezit. De Bentley-chauffeur is ook met nek- en rugklachten meegenomen naar het ziekenhuis. Het bekende sleepbedrijf heeft beide wagens afgevoerd. Voor de Bentley zal het vermoedelijk zijn laatste rit zijn.